Precies 35 jaar ben ik zelfstandig ondernemer. Geen ZZP'er, maar een ondernemer. Ik ben algemeen directeur, financieel directeur en creatief directeur. Eigenlijk ben ik op een leeftijd gekomen om op een elektrische stellafiets door de betuwe te fietsen: op ieder terrasje een witte wijn naar binnen te slurpen, mij nergens meer druk om te maken en zeggen: het zal mijn tijd wel duren. Maar dat zit er niet in. Ik heb haast, honger naar avontuur. De dood komt eraan. Ik ben altijd druk met plannen voor volgend jaar. Als een klein kind blijf ik mij over alles verbazen. Hoe ouder ik word, hoe minder ik weet. Creatief blijven, nooit je hand ophouden, nieuwe ideeën bedenken, een nieuw boek maken, een reis maken naar een gebied waar je nog nooit bent geweest. De wereld is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het leven is verrukkelijk. Ik ben een strijder. Als het moet, komen de vuisten van het pleintje waar ik opgroeide tevoorschijn. Geen softie die wacht op zijn pensioentje of op steun van de overheid. Nee, liever als Tommy Cooper sterven in het harnas. Corona grijpt diep in in de samenleving, hoor ik Rutte zeggen op TV. Ik denk dat dat anders zit. Niet corona grijpt diep in, maar de overheid met zijn absurde beleid grijpt hard in in de levens van miljoenen mensen. Het hele land, de hele wereld op slot voor een virus. Dat nooit het killervirus killer werd dat de WHO begin maart voorspelde. De mortaliteit van het virus is 0,2 procent. Niet veel hoger dan een gemiddeld griepvirus. Onze regering is de kampioen van de omdraaiing geworden. Alles is anders dan ons wordt voorgespiegeld. Het heeft iets te maken met liegen, goochelen, goochelen met cijfers en achterliggende motieven. Wat denkt die overheid wel niet? Onbeschoft zijn ze. Mensen en ondernemingen kapot maken met hun vergezichten uit naam van de gezondheidszorg en zelf buiten schot blijven. Plannen die ze volgens mij niet eens zelf hebben bedacht. Met het virus als alibi. Zetbaasjes zijn het de Markjes, de Hugootjes, de Wopkussen en de Wiebussen. Ik red me wel, ik ben ondernemer. Ik weet al jaren dat de overheid je tegenstander is geworden. Ieder jaar wordt lastenverlichting beloofd. Maar ieder jaar pakt het weer andersom uit en wordt en passant ook nog de regelgeving aangescherpt. Het beste is de overheid links te laten liggen. Maar als de overheid je leven nog meer wil gaan bepalen, wordt dat lastig. Dan moet je je mond open doen. Gisteren hebben ze bijvoorbeeld Code Oranje afgekondigd in het heis van mijn oude moedertje. Een tweede opsluiting is onacceptabel. Weet je wie ze moeten vervolgen? vroeg mijn vader mij een jaar of vijf geleden vlak voor zijn dood. Hij was al dik over de negentig. Mario Draghi, het gratis geldmannetje, daar komt ellende van. In 1930 was de groentezaak van mijn grootvader in één week failliet. Gratis geld is misdadig, vervolgde mijn vader. Een schuldeneconomie gaat vroeg of laat failliet en de kleine man betaalt de prijs. Niemand komt je helpen, de overheid niet en de bank al helemaal niet. Knoop dat goed in je oren. Ons hele systeem is gebouwd op schulden en gratis geld. We leven in geleende welvaart. Maar het echte probleem, de schulden, worden weer genegeerd. Het herstelfonds is gericht op het vergroten van de uitgaven. Nog meer schulden die nog meer voor ons worden uitgeschoven. Maar er komt een moment dat het niet langer houdbaar is. De schulden moeten uit het systeem. Maar hoe doe je dat? Banken hebben hulp nodig, anders komen ze in de problemen. Duizenden bedrijven zitten in Europa failliet gaan, vaak gefinancierd met geleend geld. Daarom krijgen de banken geld van de ECB, anders vallen de banken om. Komt er een bankencrisis, en dat willen ze bij de ECB, kosten wat het kost, voorkomen. Maar van mij hoeven niet alle banken gered te worden. Laat slecht functionerende banken lekker failliet gaan. Het is mooi geweest. De wereld vergaat niet met een paar bankjes meer of minder. Als ik vroeger op mijn knie was gevallen, deed mijn moeder er een pleister op die een paar dagen bleef zitten. Maar dan moest hij eraf. Natuurlijk kon mijn moeder mij troosten en er nog een pleister overheen plakken. En een week later weer een pleister. Maar het hielp niet meer. Zo is het ook met lenen. Er is geleend en weer geleend en nog meer geleend met geleend geld. De ECB leent weer aan banken die ermee speculeren, maar het niet in de echte economie stoppen. We komen straks in, straks in een krimp terecht. De huizen worden duurder, de tegenstelling in de samenleving groter, de pensioenen verdampen. De enige die er beter van wordt, is de financiële sector. De pleister van de overbelening moet er hard worden afgetrokken. Maar dat gaat natuurlijk weer niet gebeuren. De leningen worden straks weer gefinancierd door bijvoorbeeld een BTW-verhoging. Dan kan er weer meer schuld worden gemaakt op Europees niveau. Worden ondemocratisch aan elkaar vastgeklonken door schuld en nog meer gezamenlijke schuld. Volgens mij zit daar het verstopte plan van de Europese Unie. Ze hebben de ambitie om geopolitiek te gaan bedrijven. De commissie wil meer politieke macht, maar ze zeggen het niet openlijk. Het herstelplan is geen herstelplan, maar een opmaat voor een budgettaire en een politieke unie. De banken en de overheden spelen met vuur. Hoe lang gaan de burgers dit nog pikken in Europa? Veel mensen zitten nu nog aan het verdovingsinfuus van steunpakketten, maar vroeg of laat komt de klap. Hoe langer je alles uitstelt en tegelijkertijd dreigt met een tweede coronagolf, waardoor mensen voorzichtig blijven en de economie niet op gang komt, hoe harder die klap zal zijn. Staatsschuld is één. Maar er is ook nog zoiets als particuliere schuld en schulden van bedrijven. De staat gaat misschien niet failliet. Die hebben makkelijk lullen. Maar bedrijven gaan wel failliet. En particulieren kunnen straks hun hypotheek niet meer betalen. Ik zag op YouTube een interview met Elon Musk. Waarin hij zegt dat de economie geen horn of plenty is. Of diepe zakken, zoals onze Wopke het noemt. Diepe zakken voor wie trouwens? This is not how it works, vervolgt Musk. Producten en diensten creëren de horn of plenty. Maar als je veel minder of niets meer maakt, is er ook geen horn of plenty. Dan zijn de diepe zakken snel leeg. Zelf wil ik nooit een cent van de overheid. Ze staan niet meer ten dienste van de burger, maar ten dienste van lobbyclubs en het groot kapitaal. Vergezichten hebben ze, grote visies waar het met het land naartoe moet. De troonrede van een paar weken geleden stond er weer vol mee. Ik citeer de koning. In het jaar van 75 jaar Verenigde Naties domineert helaas steeds vaker het nationale eigenbelang en is de multilaterale wereldorde steeds verder onder druk komen te staan. De multilaterale wereldorde, alleen het woord al. Misschien zitten de meeste burgers helemaal niet te wachten op een multilaterale wereldorde. Ik zou het ze zo eens vragen. Misschien vragen de problemen helemaal niet om global solutions. Maar zijn oplossingen dichter bij de burger, dichter bij huis, veel beter? Verbeter de wereld en begin bij jezelf, zei mijn grootmoeder altijd. Maar de koning gaat plechtig verder. Voor de Nederlandse regering staat buiten kijf dat goed functionerende internationale instellingen. En internationale samenwerking noodzakelijk zijn om problemen aan te pakken die geen land of regering alleen de baas kan. Het is maar de vraag of dit zo is. In mijn ogen zijn dit soort internationale instellingen gekaapt door bedrijven en miljardairs met politieke doelen, gecombineerd met simpelweg centjes verdienen. We zien nu het resultaat van zo'n wereldwijde aanpak met betrekking tot corona. Aangestuurd door de WAO, zo'n internationale instelling waar de koning het over heeft, over heeft. Het is een totale chaos. Het beleid is onsamenhangend met desastreuze gevolgen, zowel voor de economie, maar ook voor de gezondheidszorg. Dus of het verstandig is alles mondiaal en top-down aan te sturen, zoals de multilaterale wereldorde het voor ogen heeft, is maar zeer de vraag. Jammer dat nauwelijks over andere visies en oplossingen kan worden gediscussieerd. Er is geen debat. Er hangt een deken over de samenleving, een deken van angst. Bijna niemand durft zich uit te spreken. Het resultaat van alle maatregelen is een tweedeling in de samenleving. Koning Willem vervolgt. Dat geldt voor vraagstukken van vrede en veiligheid. Dat geldt ook voor vraagstukken van vrede en veiligheid. Voor de klimaatcrisis en de toekomst van onze energievoorziening en voor de armoedebestrijding. Ook dat moet wereldwijd worden aangestuurd. Als dat net zo chaos wordt als de coronacrisis, dan staat ons nog wat te wachten. Prima als je interessante visies en vergezichten hebt, maar bespreek ze gewoon met je burgers. Leg ze aan ze voor, laat ze erover mee beslissen, neem ze serieus. Mensen, we hebben deze plannen, wat denken jullie ervan? Nee, alles is bedacht. De leiders hebben het goed met ons voor. Moedwillig is de economie op slot gegooid en wordt op slot gehouden uit naam van de gezondheidszorg. Met het virus als alibi. En ik blijf het herhalen, een mortaliteit van 0,2 procent, ongeveer gelijk met de griep. Het is Gods de greep. Het is eigenlijk cynisme ten top. Geen zorg, burgers. We laten jullie niet doodgaan. We leggen jullie aan het infuus, maar wij hebben de juiste visie. Het komt allemaal goed. Ga maar rustig slapen. Zelf heb ik inmiddels een uh, hard hoofd in de goede intenties van de overheid. Laten we al deze vraagstukken weer veel kleiner en dichter bij huis gaan aanpakken. Geen geld meer in bodemloze NGO-putten gooien, maar gewoon de armoede in Nederland zelf bestrijden met gerichte maatregelen dicht bij huis. Wij kunnen niet de hele wereld redden. We moeten minder CO2 uitstoten. Overheid bespreekt dit met ons. Daar zijn de meeste mensen helemaal niet tegen. Al loopt het land niet onmiddellijk onder. Stop met ons de hele dag de stuip op het lijf te jagen over smeltende polkappen. Alarmistisch lullen, maar ondertussen zakken vullen. De meeste mensen willen best hun huis isoleren, zonnepanelen op hun dak zetten, maar maak vergroening klein. Steek geld in de fantastische burgers in dit land. Help ze om de economie langzaam om te vormen naar een echt duurzame economie door geld te steken in concrete, breed gedragen plannen voor de individuele burgers. Helaas gaat het geld van al die steun- en investeringsfondsen niet rechtstreeks naar de burgers toe, maar naar lobbyclubs en NGO's met nobele vergezichten. Ze investeren bijvoorbeeld in onrendabele projecten als windmolenparken op zee, die afgedekt worden door de belastingbetaler, u en ik. Risicoloos investeren, aangevuld met geld van de banken, uit naam van vergroening en, verduurzaamheid, en, ver, en duurzaamheid. Het is niet meer dan de banken spekken en private winsten creëren, afgedekt door de belastingbetaler. Bovendien heeft het weinig met het milieu te maken. Over de gevolgen voor de vogels, de vissen en de zeebodem hoor ik deze clubjes niet en wie ruimt straks al het schroot op zee op? Er moeten betaalbare woningen komen voor onze kinderen en kleinkinderen. Schenk van al die bijgedrukte poen uit Frankfurt de studieschulden van jonge mensen kwijt, ons toekomst, ons kapitaal. Of zijn ze bewust afhankelijk gemaakt middels studieleningen en zo makke burgers geworden die geen kant meer op kunnen en mee moeten in de maalstroom het systeem. Schuld als middel van onderwerping. Maak andere politieke keuzes. Geen keuzes voor het grote geld, maar keuzes voor de burgers in dit land. Geen vage investeringsfondsen, maar direct investeren in concrete burgerinitiatieven. Geen vergroening via multinationals, maar echte vergroening en oplossingen bedacht vanuit de burger. De tijd is er rijp voor, net als veel burgers die overal initiatieven ontwikkelen. Ze moesten zich schamen, de wopkes, de wiepkes en de wapkes. We zijn overgeleverd aan de veranderwaanzin van onze politici, slaven van een grotere agenda die geen idee hebben wat een economie is. McKenzie-mannetjes, flapdrollen eerste klas, die nog niet eens een simpele frietent kunnen runnen. Sturen in de mist, zegt onze Wopke op Prinsjesdacht. Mist die hij zelf heeft opgetrokken. Het is een schande. Deze mensen moeten ooit voor tribunalen verschijnen. Honderden miljoenen mensen in de derde wereld zijn mede door dit soort maatregelen weer in de armoede gestort... ...uit naam van onduidelijke veranderingen op economisch gebied en de gezondheidszorg. Daar hebben al de fatsoenrakkers het niet over. De discussies... Gaan over de mensen in het vluchtelingenkamp Moria bijvoorbeeld. Peanuts vergeleken met de gevolgen van lockdowns in India en Afrika. Zo is in India de topman van de Reliance Group, meneer Ambani, met stip binnengekomen in de top 10 van rijkste der aarde. Tegelijkertijd hebben bijna 20 miljoen mensen hun baan verloren in India sinds april 2020. Maak daar eens werk van, actievoerders. Hou je bezig met de gevolgen van de veranderende economie van de elite en de rijken der aarde. De blanke miljardairs waar ik het eerder over heb gehad. De mensen die het zogenaamd goed voor hebben met de wereld. Er moeten offers worden gebracht voor een betere wereld. Een betere verdeling van de welvaart, hoor ik vaak zeggen. Ik zou zeggen: pak al het geld af van de paar procent rijken der aarde en maak daar een herverdeling van. Belast de bedrijven die groter zijn geworden dan staten met serieuze belasting. Dan ben je al een heel eind op weg. Maar nee, dat is niet de bedoeling. Dus linkse goedmensen, denk hier eens over na. En trek je mond hier eens tegen open. Laat je niet voor het karretje spannen van de mensen die Rutte gebruiken als een marionet. Maar kijk naar grotere verbanden. Volgens de troonreden moeten we richting een multilaterale wereldorde. Maar wat is dat dan voor een nieuwe wereldorde? Geen culturen meer. Minder eigen bevoegdheden. Een controlemaatschappij. Utopia met een overheid die voor God speelt. Ik heb geen idee. Daarover doet de koning geen uitspraken. Volgens mij zijn het waanideeën en moeten we terug naar de menselijke maat. Weg met de tirannie van de goede bedoelingen. Weg met de globalisten. Volgens hen moet de macht nog meer komen liggen bij grote internationale organisaties. Deze kale man is jaren lid geweest van D66. Iedereen heeft zo zijn jeugdzondes. Zondes. Een jaar of zeven geleden heb ik mijn lidmaatschap opgezegd, ik was helemaal klaar met deze partij en zijn drammerige opstelling richting het overdragen van de macht naar Brussel of nog veel verder weg. Siegfried Kaag is de verpersoonlijking van het steeds verder opschuiven in deze richting. Pas op voor deze wolvin in schaapskleren. Ze zit in het bestuur van de toezichthouders van de WHO, weer die multilaterale wereldorde. Pas op voor deze vrouw en dit elitaire denken. Frigide Kaag zit ook bij, het, bij de Wereldbank, weer zo'n multilateraal wereldordeclubje. Frigide Kaap heeft D66 gekaapt. Een partij van slappe metromannetjes en vrouwen met deeltijdbaantjes die nu allemaal worden wegbezuinigd. Kom op, bakfietsmoedertjes, sta op voor je kroost en tegen Frigide Kaag. Het brengt jullie niets, die multilaterale wereldorde. Vergroening en al die andere grote vergezichten beginnen gewoon in je eigen achtertuin. Soms droom ik dat onze koning Willem er ineens het bijltje bij neergooit en zegt: Ik heb er genoeg van. Ik geloof niet meer in de multilaterale wereldorde. Het zou een bom onder alles zijn. Koning Willem, de redder van de wereld. Straks bestaan we niet meer, dan worden we niet meer geregeerd door halve garen dichtbij, maar door halve garen heel ver weg. Door niet gekozen maloten met heel veel poen. Vergeet de nobele doelen van de multilaterale wereldorde. Het is gewoon peppie en kokkie centjes verdienen voor de globalisten. Het wordt tijd om de vuisten van het pleintje tevoorschijn te halen, en de globalisten en enorme linkse direct te verkopen.